bijvoeglijk naamwoord en bijwoord. Bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden geven een kenmerk aan van een ander woord in de zin. In het Nederlands gebruik je hiervoor dezelfde vorm, maar ook in het Nederlands behoren ze niet tot dezelfde woordsoort. Dus wat is nu het verschil? Een bijvoeglijk naamwoord geeft een kenmerk weer van een zelfstandig naamwoord. Je kunt bijvoorbeeld zeggen un garçon marrant, een grappige jongen. Hierbij verwijst het woord marrant, grappig, dus naar een zelfstandig naamwoord, garçon, jongen. Een bijwoord zegt daarentegen niet iets over een zelfstandig naamwoord, maar over een ander woord. Bijvoorbeeld een ander bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een werkwoord of over een plaats of tijd. Wanneer het bijwoord op een werkwoord betrekking heeft, kun je deze vinden door een hoe-vraag te stellen. Hoe danst hij? Goed. Il danse bien. Hoe praat zij? Snel. Elle parle rapidement. Je maakt een bijwoord door de vrouwelijke vorm in het enkelvoud van het bijvoeglijke naamwoord te gebruiken en hier man aan toe te voegen. Het bijvoeglijk naamwoord heureux, gelukkig, wordt dan bijvoorbeeld heureux man. Als de mannelijke vorm van het bijvoeglijk naamwoord al op een klinker eindigt, dan valt de e van de vrouwelijke vorm weg. Het wordt dan dus bijvoorbeeld vraiment met enkel a-i en niet vraiment met a-i-e. Sommige woorden zijn helemaal onregelmatig, zoals bien, goed, mal, slecht en mieux, beter. Deze zul je dus moeten leren. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.